Ik ben hier bij de Dorcaswinkel in Geenemuiden. Nu heb ik gehoord dat hier een hele hoop vacatures zijn. Ik ga daarom een dagje meelopen met Ali. Goedemorgen, Margriet. Wat leuk dat ik vandaag een dagje mee mag lopen. Gezellig. We gaan eerst even naar boven. Ja. Oh, kijk nou. Kijk nou, handgemaakt. Ja, allemaal handgemaakt. En dan gaan we naar beneden. Hallo. Goedemorgen. Dit is de inbrengdeur. Hier zijn de magazijnmannen actief. Nou, deze matrassen zijn net van boven gekomen. De vrijwilliger legt ze nu bij de klant in de auto. Een beetje behulpzaam zijn met deze onhandige dingen is ook wel handig. Dorcas blij, klant blij. Ik zat net te kijken, gaat het in die auto passen? Maar dat gaat wel goed, hè? Ik zie dat vrouwen dit werk ook prima kunnen. Nog beter dan mannen zelfs. Beter dan mannen? Ja. Goeiedag. Ik begreep dat u ook al heel lang vrijwilliger bent bij Dorcas. Ja, al een jaar of vijf. Vijf jaar. Dus. En waarom voor Dorcas vrijwilligerswerk? De belangrijkste reden voor mij is A, voor het goede doel. Ja. Dan denk je van nou, wat je doet komt bij mensen terecht die het veel harder nodig hebben dan jij en ik. Ja. En je kunt hier zoveel verschillende dingen doen. En of dat dan buitenom is of in de winkel of in de kleding. Of in het magazijn, het maakt niet uit. Je ziet daar heel veel kleding hangen. Maar dat is de collectie die dus volgende week de winkel in gaat. Dat is de winterkleding. Nou, hier mag 7,50 op, Margriet. Ja. Dan zoek je het kaartje van 7,50 en dan schiet je altijd door een label of in een naad. Nee. Nou, je hebt wel meteen een lekkere dikke stof uitgekozen. Tadaa! Kijk eens. Hey, bedankt voor de rondleiding. Graag. Hoe weet ik nu welke vacatures er allemaal zijn bij jullie winkel in Geenemuiden? Nou, dat kan ik je laten zien. Kom maar even mee. Er is een website ontwikkeld door Dorcas, vrijwilligvoordorcas.nl. En dan kun je dus zoeken op locatie, plaatselijk, regionaal, landelijk, de afstand die je ervoor wilt reizen. Vanuit mijn eigen woonplaats. Precies, de verschillende type vacatures, administratief, bestuurslid, kledinginzameldepothouder. En deze site wordt iedere keer bijgehouden? Die wordt iedere keer weer ververst en vernieuwd. Hebben wij hier nu een vacature in onze winkel, dan geef ik dat door en dan komt die op de site. Wat was dit een ontzettende leuke dag. Wil je nou ook vrijwilliger worden bij Dorcas? Ga naar www.vrijwilligvoordorcas.nl. Kijk op de site naar de openstaande vacatures en meld je aan.